Wij zijn online. Wij zijn vlak bij de weide. Monique gaat nog even onze vlog ook delen. En wij lopen richting Tessa. Tessa die gisteren ook mee was. Die moet zaken. Monique moet even plassen. En ik heb dorst. Dus dat is wel handig als je in ieder punt van Hogeveen wel iemand kent. Wel iemand hebt lopen. Wonen. Ik ga niet meer weg. Ik weiger. Dan ga ik wel. Ben ik klaar mee? We moeten daarheen lopen. Oh! Ja, wacht je tot ik begin? Nee! Zoals soldaten nadoen? Nee, ik wilde 1,5 meter tussen jou houden. En dan lang, maar dat kan niet, want dan moest ik door het gras. Dus jij moest een stukje doorlopen. Wat mooi ben jij! Wat een trut, hè? Nee, we zijn er gewoon niet mee eens. Nee, ben je wel vaker niet. We zullen niet op elkaar. Nee, om en omhoog. Ik heb gehoord dat we gisteren heel erg op elkaar gefit hebben. Ja. Had ik niet door trouwens. Ik ook niet. Want we doen het eigenlijk ook altijd maar voor de fan. Ja. Zijn nooit boos of zo. Niet boos, maar we zijn wel verschillend. Ja, maar dat mag ook toch? Ja, dat mag ook, dat is goed. En we hebben ook wel eens andere meningen. Bijna altijd. Ja, vaak wel. Ah nee. We hebben ook wel eens... Dat komt door haar. Mijn mening is, klopt wel. Zij denkt gewoon wat anders. Gelukkig mogen we allemaal andere meningen hebben. Ja. Nee, maar ja, het is ook wel leuk in een vlog, anders is het toch ook zo saai? Ja, weet ik. Maar dat hebben we eigenlijk de hele weg wel praat. En als het stil is, dan genieten we gewoon ergens van. Van de omgeving, van de mooie huizen of zo. Dan vroeg ook nog iemand. Kun je zelf eens zo'n vlog? Wij hadden trouwens... Dit vind ik trouwens wel heel gek. Dit is een water. En dan heb je dat waar die... Normaal die kikkervisjes in zwemmen. Dat, maar dat is hier bruin. Ja, ze hebben corona kikkervisjes. Kikkercorona. Kikkercorona. Oh. Ja. Nee. Maar weet je wat er nog iets leuks? Hoe heette die straat? Oh ja. Wij zijn naar de Alteveerstraat gegaan. En dan op een gegeven moment ga je rechtsaf achter die mooie grote huizen langs. Oh, ik kwijt. Ik zoek wel. Is dat de Leid? Was dat iets met een L? Leidster. Leidsterweg of zo? Ja, bij de begraafplaats. Ja. Vlak bij de begraafplaats. Had een mevrouw. Een man en mevrouw, of wat weet ik veel. Die hadden een tafeltje voor het huis staan met allemaal spulletjes gratis mee te nemen. Ja, bij de busten vol. Ah nee, we zijn heel bescheiden geweest, maar ik heb deze meegenomen. Zien jullie hem? Hele mooie Boeddha. Kijk, toch eens die achterkant ook. Zie je hoe mooi? Laat die voor jou zien. Zij heeft er ook eentje, want er stonden er twee. Ik heb een zwarte Boeddha. Dat is ook heel leuk. Ik weet wel aan wie ik die geef. Ja? Ja. Ja, snap ik. Snap maar, je ja. Zwarte Boeddha? Zwarte Boeddha, ik snap hem. Ja? Ja. Oké. Okay. Maar goed. De thee, hè? Ja. Ja. Maar ik had nog een flesje cheer. Ik zeg, je moet eigenlijk die vrouw het geven. Monique zegt, ik heb geen geld in de bus. Ik zeg, ik ook niet, maar ik neem nooit de portemonnee eigenlijk mee. Ja, wel wat geld, maar 20 euro voor 2 Boeddha ging. Nee, dat hoeft ook niet. Of maar de pinpas stond ook niet bij de Nee, heeft ook niks. Of je moet de pincode achterlaten. Maar ook geen geld. En het enige wat ik nog achter in mijn bus had, was een flesje cheer. Om te verblijden. Ik denk, nou, als zij dan zulke leuke dingetjes weggeeft, dan geef ik ook even een flesje cheer. En ze kent dat ook nog. Ja, wij aan dus, de bel. Van iemand. Oh, schrok je van ons? Dat hoeft niet, en hoor. Ik schrik je niet van u met de Goed voor. Goed voor. Kijk, vrouw. Maar, ze was heel erg blij. Ze kende doTERRA ook. Ze vond het ja. Mooi. Haar dochter deed ook met doTERRA. Ze had munt in de diffuser. En ja. Ze kende het via mensen in de erflanden. Dus ik denk Wieneke misschien. Ja. Of dus dat was wel weer heel erg leuk en toevallig. Ja. Nou ja, toevalligheid bestaat niet, zeggen ze, maar... Dus we hebben weer iets leuks. Wat is de betekenis van de zwarte Boeddha? Wie zegt dat? Mieneke vraagt dat, dat weet ik niet. Weet niet, hij is zwart. Dat weet ik niet, maar... En ik weet iemand die heel erg op zwarte mannen... Ik zeg gewoon zwarte mannen, hoor. Zwarte mannen valt. En ik denk, ik vind Boeddha is toch een man. Of vrouw. Ja, maar ik vind... Nee, ik heb een vrouwelijke Boeddha thuis. Nee, kijk, ik heb geen borsten.
Dus nou, dit is een man. Nou vind ik niet. Ach, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Dit is een transgender Boeddha. Ja? Nou, laat nog maar eens even zien. Dit is gewoon een man. Ja. Dit is toch een man? Ja, dat is goed. Dit is een man. Ja. Ja? Ja. En die... Ik weet eigenlijk niet of er een betekenis is voor zwarte Boeddha. Ja, maar die vrouw geef ik zwarte Boeddha in plaats van zwarte man. Want ik kan geen zwarte man vinden. Of ik moet naar het asielzoekcentrum. Hé, zwarte man, kom je mee? Vriendin wil zwarte man. Boem, boem. Maar, nee hè? Nee, doe maar niet. Nee, gaan we gewoon hebben over de zwarte Boeddha. Ja. Ja, zwarte Boeddha. Maar dat was dus hartstikke leuk. En die vrouw kende dat dus. En ik denk dat is leuk. Zij zet wat neer. En dan had ik gewoon het gevoel dat ik ook even weer wat achter moest laten. Delen. Ja, ja, toch? Zij geeft iets en wij geven iets. Dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik ook. Ga je nou voor of blijf je achter me lopen? Oké. We zijn echt dwars deze week hoor. Deze week is voelen elkaar niet zo goed aan. Nee. Huh? Nee. We hebben een off week. Ja, deze week is... Mieneke we gaat lopen er... wel, maar we hebben echt wel met strijd gelopen deze week. Hoor. Echt zware benen. Is het hier ergens? Ik kijk gewoon naar binnen. Ja. Ja, we zijn bij het goede huis. Ja, deze had ik toen ook gegacht. Oh ja. Zo net tijdje, hè? Nee, we hebben de hele week al zware benen. Ja. Het was een beetje een off week. Maar we zijn... Kijk, nou, kijk hier. Hey, daar is Tessa. Hallo, hallo. Ik loop de volgende keer wel even met andere schoenen met jullie mee. Had je dikke blaar? Kijk, oh. Blaar. Ik heb de hele dag op slippers die gewerkt. Die jonkies houden dat nooit vol. Nee. Moet je de goede schoenen aan? Ik heb op slippers gewerkt. Ik heb geen schoenen. Oh, zielig. Ik moet weer op die schoenen. Nee, je moet echt... ik wil trouwens ook nog van die lekkere wandelschoenen. Van die, lekkere wandel. Ik heb lekkere wandelschoenen. Ja, ik niet. Dus die wil ik ja, nog wel even... Ja, maar dat wou je ook niet. Dat gaat niet... Nah. Maakt dat nou uit? We gaan toch... echt aseksueel. Nou, maakt niet uit. Ik ga niet wandelen voor de... Nee, nou, seksueel. Nee, ik hoop niet. Dan kunnen wij dat maar dan bij spierwandelen. Maar er zijn heel veel mensen die kijken naar schoenen. Ja, maar ze zien ons toch niet? Ze zien alleen maar ons hoofd. Dat heb je zelf gezegd. Ja, dat weet ik. In de stad en zo. Iedereen wat heb jij toen gekocht trouwens? Waar zijn ze? Wat had jij toen gekocht? Ik heb ze. Maar nooit meer aan. Nee. Ik heb ze niet, dus ik moest ze wel even halen. Ik voel me daar niet dat ik me in zo'n joggingbroekje heel vrouwelijk moet. Nee, maar als wij straks morgen bij Spier gaan wandelen, die wandel, dan is het wel even lekker. Als Van der Valk open is en we daar koffie kunnen krijgen. Ja. Ik heb een cadeautje voor je. Een cadeautje voor mij. Een zwarte Boeddha. Zwarte Boeddha. Alsjeblieft. Ik kan mooi bij de salon, dank je. Alsjeblieft. Bij je salon? Ja. Mogen we anders je salon even zien? Ja, dat mag wel. Sorry, dat is onverwachts, hè? Loop jij even vooruit? Ja, dat lijkt me heel verstandig. Wij komen er langzaam achteraan. Tessa heeft net een nieuwe massagesalon. Ik moet even naar het en ze gaat weer heel snel voor ons. Ja. Ja, dat doen we gewoon. En dan gaan we eens even kijken hoe het daar eruit ziet. Als we onverwachte, misschien hebben ze er wel een ander kamertje van als ze geen massages geeft. Ja, we moeten ook even overleggen misschien de volgende keer. Alsof we dat zomaar spontaan doen. Dit is spontaan. Nee. Dit mag niet spontaan. Nee. Dus ze had dat mee kunnen zeggen. Ja, maar daar hebben we de camera. Dat doet ze dan denk ik niet. Nee? Nee. Nou, ze is keurig netjes. Ja. Gedonderd niks. Die man moet ook altijd alles zien. Patricia de Weert, kijk toevallig, was ze vanochtend Ik op de sportschool met Siska, even weer meer kwebbelen dan doen. En die opeens kreeg Jan de Weert een foto van Patricia, waar ze yoga les aan doen bij hem achter in huis. Gewoon heel veel vrouwen en hij en zij. Oh, ze staan bij mij achter thuis. Dat is toch leuk. Onverwachte dingen zijn leuk. Kom, ja. Gaan we! Ja. Kijk. Nou, daar gaan we. Ik ben wel benieuwd wat je er wel liggen. Het ruikt je wel als sauna. Ja. Wat heb je hier? Ik heb nu niet zo niks te zien. Alleen een handje leden. Dus Tessa is een nieuwe massagesalon. Ja. Hoe heet je jouw Facebookpagina? Aromatherapie Tessa. Kijk eens, mooi. Ook. Oh. Niet mijn nek breken hier. Kijk. Leuk, hè? Ja, en zie je ook een diploma. Ik ga het beeld wel even draaien, is wat makkelijker. Zo. Kijk. Waarom met het techniek? Leuk. Oh, daar staan de olietjes. Zwarte man.
Jammer man, ja, geen pies. Nee, dat weet ik. Dat is de aroma touch set. Ja, hè? Mooi hè, die geurtjes. Kijk, en hier. Nou, heel leuk. Mooi hoor. Oh ja, hier is de Boeddha, het Boeddha hoekje. Ja, ik heb het daar gezet, hè. Zie? Leuk hoor. Ja, prachtig. Ik moet binnenkort ook weer aroma touch trouwens. Ja, kom maar eens. Ja. Wat kost een massage? Ik ga vanaf volgende week denk ik online. En dan kun je een afspraak maken en dan een behandeling van 45 minuten kost van €25. Nou, dat is niks. Dat is niet duur. Nee. Nee. Lekker man. Ja. Dus als jullie daar interesse in hebben. Kun je naar aromatherapietessa@gmail.com. Dus even of mailen. Via Facebook of Instagram, dat kun je mij ook vinden. Aromatherapietessa. Ja. Nou. Ik denk dat er veel gegadigden zijn voor zo'n heerlijke massage. Ja, maar het zijn afspraken. Ik vind het lekker. Ja, hij is echt hoor. Daar kun je echt lekker van genieten. Hé, hey, je bent allemaal van harte welkom. Kijk eens wat leuk. Leuk, leuk, leuk. Marianne geeft het andere apparaatje. Manje heeft een apparaatje gekocht. Oh ja. Ja, heel onvoorstelbaar. Ik heb deze week toch geklaagd over mijn tent dat ik zo belast had van de darmen en zo. Of van de opgezette buik en nou was gewoon rot geflikkerd. Zwang jongen, ruk, nog steeds wel een beetje. En dan heeft ze een apparaatje gekocht. Itovi. Itovi heet die. En dan moet je je handen opleggen. En die gaat kijken wat je lichaam nodig is. Die gaat je lichaam zeg maar scannen. Ik geloof daar nooit zo in. Nee. Maar hij gaf mij een cirkel. En, daar gaf hij allerlei dingen. Hoe je je voelt. En ook emotioneel. En ja. Alles. En bij de darmen kreeg ik het cijfer 0. Wat heel slecht. Maar dat is ook heel slecht. Maar heb je een cijfer van 0 tot en met 10? Of? Nee, sta geen cijfers op. Het is in blokken. Maar... Ja. Dan kun je wel een verhouding, krijg je een verhoudingsschijf, zeg maar. Oké, okay. Ja, dat was heel apart. En dan met advies met, maar je had ook allemaal spijsverteringolietjes erbij zitten ook. Ja, dat is mijn spijsvertering, want dat zegt mijn diep ook al. Ik eet 's ochtends yoghurt en 's avonds, ik ben een slechte eter. Ik eet van alles en nog wel, best wel slecht. Maar nooit een keer dat je darmen een keer aan het werk moeten of wat dan ook. Nee, nee. Lichtverteerbaar voedsel. Hij zegt je moet een keer je darmen goed aan het werk zetten. Ja. Maar dan kon je helemaal eruit lezen. Ja, grappig. Ik denk, maar dat is ook bij hem gewoon zwart op wit. Ik laat hem maandag ga ik het laten zien. Ja, ik print het wel uit. Want ik heb het deze week er een paar keer over gehad over mijn buik. Zo niet dat jullie denken, het zal wel. Maar dat willen we ook gaan doen. Hm. En dan mensen gewoon zo'n hele scan geven. En dan. Je herkent er absoluut dingen uit. Vast, zeker, ja. Ja. Ik vond het wel interessant dat je me het liet weten. Ik dacht, dat vind ik wel leuk om te zien. Precies welke producten en alles. Ja. Dus, Dus dan gaan we maandag wel even. Doen we wel even bij mij thuis. En we hebben nu zeg maar vanochtend, dat was dus vanochtend, want we hebben net olie. En vanavond Indolie. Of niet? Dan hebben we onze dag. Like ons even op vloggen en miepen, want ik heb nog steeds geen URS. Mijn zoon heeft me wel gestuurd van welke het moet worden en zo. We moeten nog wel meer likes op YouTube. Dus misschien gaan we in vervolg wel live op YouTube ook. Of dat kan dat niet? Ja, kan wel. Zo'n knal. Ja, maar dat is allemaal achteraf leesbaar, toch? Ja, maar zet hij ze later? Later. Dus hij gaat ergens anders live. Maar dat, als mensen ons nog niet volgen op YouTube, dan zien die dat niet. Maar we hebben meer volgers op... We gaan ook een keer doen. Gaan we 's ochtends een filmpje opnemen. Ook met die... met Teleka. Ik weet nooit hoe je dat ding noemt. Dat apparaatje. Itovi. Ja. Metallica. Dat zie je dat. Weet jij, dat we dat s'avonds ook een keer laten zien. Als we s'avonds niet kunnen lopen. Ja, gaan we doen. Ja, Pino uit Barm. Pino uit Barm. Met mijn Pino jas, ja. Ja. Wij gaan naar beneden, dus aromatherapie Tessa, zoek haar op Facebook, Insta. En like de pagina en deel de pagina, want er zit ook nog een leuke winactie bij. Aha. Op 28 mei wordt er een winnaar getrokken. Dus jullie hebben nog niet zo heel lang meer, dus allemaal even liken en delen. Zeker. Wat voor spannende apparaatjes heb je nog meer in de kast liggen, Monique? Nou, dat was mijn apparaatje, maar wat Monique in de kast heeft liggen, weet ik niet. Wie vraagt dat? Esther Remmels Lugies. Aha. Voor een ijsje show ik je alles. Zij is de vrouw van Toscane. Zullen we bij jou langskomen, Esther? Ja, dat kan ook wel een keer doen. Ja, Esther, de lekkerste ijsjes van Hoogveen, hè? Ja. Dat is ook geen reclame. Kom ook eens wat aan, is niet Nee. Nee.
Zijn we ook naar schoeleisen. Oh, heerlijk. Zullen we daar binnenkort, ja, misschien wel Esther wel, dat wij ook even daar. Nou, laat maar even weten, Esther, of je dat leuk vindt. Ja, kom er langs. Nee, nou, wij gaan... Het spannende apparaatjes. Ja. Nou, wij gaan... wij kappen ermee. Ik zal even, want nu doe ik alleen een muur. Zo, daar zijn we je. Arrivederci, fijn weekend. We kijken nog even of we hier koffie met een tiaatje kunnen krijgen. Oh ja. Doei. Doei.